De OVS had op vrijdag 22 maart voor leerlingen van het Varendon College een collegetour opgezet. Leerlingen gingen op bezoek bij verschillende bedrijven om zich beter te kunnen oriënteren bij hun studiekeuze. Austea Jonikaite van Sirius TV ging langs alle locaties. Heer, het is vandaag de collegetour van de OVS. En dan ga ik eerst even aan de OVS vragen, wat is het nou precies? Nou, de collegetour is bedacht om meer inzicht te geven in de bedrijven van Zomeren. En vooral om de leerlingen van het VMBO en de HAVO echt een inkijkje te geven in de Zomerse bedrijven die er al zijn. Ja, ja, en jij bent van de school. Hoe reageren de leerlingen hierop? Nou, de leerlingen zijn leerlingen van leerjaar 2 van het VMBO en van leerjaar 3 van de HAVO. En die hebben op dit moment hun profielkeuze gemaakt. Dus ze hebben een beetje gekeken, oké, welke richting denk ik dat ik op wil. En van ons uit is het dan een stukje vanuit LOB, loopbaan oriëntatiebegeleiding. We willen leerlingen kennis laten maken met bedrijven om een beetje een beeld te krijgen wat gebeurt er nou in een bedrijf. Welke beroepen vind je in een bedrijf, want het zijn dan vaak meerdere in één bedrijf waarvan leerlingen eigenlijk geen weten hebben. Maar op deze manier hopen we dan dat ze een beetje een beter beeld krijgen van waar ga ik straks naartoe of welke mogelijkheden zijn er überhaupt allemaal. Ja. En hoe is deze college tour ontstaan? Hoe is deze samenwerking gegaan? Nou, vorig jaar hadden we het idee dat we ergens iets wilden doen met werknemers van de toekomst. Heel veel bedrijven in Nederland, maar dus ook in Zomeren, zijn echt op zoek naar nieuwe werknemers. Vacatures staan lang open. Dus we hadden bedacht van we moeten iets verzinnen waardoor we een connectie maken met leerlingen die werknemers voor de toekomst zijn. Zo zijn we in contact gekomen met het Varendon College en hebben gekeken naar de mogelijkheden. En daaruit is deze dag ontstaan. Kijk. En de leerlingen die zijn inderdaad van het tweede en derde jaar. Is dat niet nog te vroeg voor ze om al zo op snuffelstage te gaan een beetje? Nee, want ze maken nu een keuze voor een profiel. Dus ze maken nu de keuze waar ga ik straks in uitstromen, waar ga ik examen in doen. Dus dan is het snuffelen is nog een stapje voordat ze echt op stage gaan. Zodat ze straks ook beter kunnen kiezen welk stagebedrijf zou ik nou willen. En aangezien wij, een van onze pijlers is de wereld dichtbij. En dan is het heel fijn dat de OVS ons ook heeft benaderd van, kunnen we er iets samen doen? En voor ons is het alleen maar fijn als wij ons netwerk kunnen uitbreiden en op die manier meer bedrijven kunnen bereiken en onze leerlingen bij meer bedrijven mogen gaan kijken, zodat ze nogmaals een beter beeld krijgen van wat is er eigenlijk allemaal op de arbeidsmarkt. Ja. Want als ik het nou zo goed begrijp, is het dus het eerste jaar wat jullie dit doen, is het wel iets, zijn jullie nou enthousiast om dit ook in de toekomst meer te gaan doen? Zeker. Ik hoop dat we daar nog jaren op vooruit kunnen. Ik denk dat we van deze eerste keer was natuurlijk een beetje zoeken naar hoe past het allemaal en hoe weten we elkaar te vinden. Dan hebben we echt hele mooie stappen gezet. En denk ook dat we voor volgend jaar zeker met de input van vandaag echt wel kunnen kijken, hoe kunnen we dit evenement nog mooier en nog beter maken voor de leerlingen. Ja, zeker. En je merkt ook dat de bedrijven enthousiast zijn. Dat er zich ook bedrijven echt hebben aangemeld van ik wil ook mijn bedrijf openstellen voor de leerlingen. Dus hopelijk blijft dat enthousiasme volgend jaar en kunnen we het zo voortzetten. Een jaarlijks terugkerend iets. Het zou mooi zijn, ja. Remco, nou, waren hier net een heleboel leerlingen van het Varendon College binnen voor de college door. Waarom heb jij als bedrijf meegedaan? Ja, dankjewel. Ik vind het vooral interessant en leuk dat we de jeugd kunnen vertellen over ons bedrijf. En we hebben een prachtig mooi bedrijf in de Zomeren. En de OVS kwam met het idee en ik zei al meteen van hey, dat is wel leuk, ik wil daar ook aan meedoen. Want mensen hebben altijd een beeld van buitenaf van oké, in dit geval in onze situatie, er wordt een beetje vakken gevuld en we kassa gedraaid. Maar ja, er speelt echt veel meer in de winkel zich af dan dat mensen zich vaak realiseren. En ja, hoe leuk is het om dan de jonge generatie die al gaan nadenken over hun toekomst, om die al ook te laten zien hoe dat in de detailhandel gaat. Ja, precies. Want wat heb je ze laten zien vandaag? Nou, we hebben geprobeerd om eigenlijk van het algemene beeld af te komen en dat het niet alleen simpel vakkenvullen is, maar dat we echt bezig zijn met hoe kunnen wij onze klant nu verrassen, hoe gaan wij met die enorme goederenstroom om. Wekelijks krijgen wij als voorbeeldje 200.000 artikelen die binnenkomen en die ook langs de kassen weer naar buiten gaan. Hoe organiseer je dat nou op een goede manier? Daar komt heel veel bij kijken, plannen, organiseren, hoe richt je je winkel daarop in? Hoe speel je in op de behoeftes van de klant? Ja, dus dat zijn allemaal vraagstukken die bij ons spelen. En daar hebben we geprobeerd om te laten zien hoe die wereld in de supermarkten ook echt werkt. Dan alleen maar vakken vullen. En ik denk dat daar wel positief op gereageerd is vanochtend. Ja, positief op gereageerd. Zijn ook echt kinderen die nou, of kinderen, jongeren die echt gelijk enthousiast waren?
Nou, we hebben wel ook verteld, hè, want we werken binnen Jumbo ook met hebben een eigen academy, waarin we verschillende opleidingsmogelijkheden hebben. Van eigenlijk MBO 1 tot en met HBO, universitair niveau. Traineeships, management traineeships. En ja, wij proberen eigenlijk vanaf jongs af aan mensen al te laten groeien en ontwikkelen binnen het bedrijf. En ik denk dat daar wel wat enthousiasme was. Er werd in ieder geval gevraagd van, ik kan al komen solliciteren voor een weekendbaantje. Want daar begint het wel vaak genoeg mee. Dus dat is leuk. Wethouder Willem van Doorden, het is vandaag de collegetour van de OVS. En de kinderen komen hier ook in het gemeentehuis langs. Waarom doen ze dat vandaag? Ja, de OVS die heeft een collegetour georganiseerd om te laten zien aan de kinderen welke keuzes ze allemaal kunnen maken qua beroep. En ze zitten nu in de derde. En in de derde is het heel belangrijk, want dan moet je gaan kiezen als je op HAVO of VWO zit welk profiel je gaat kiezen. En dat heeft te maken met welke vervolgopleidingen je kunt gaan doen. En daarom gaan ze nu heel zomeren door verschillende bedrijven langs. En de gemeente heeft gezegd, wij zijn ook een organisatie. Bij ons kun je ook komen werken en we hebben heel veel handjes nodig. Dus ook als je voor de publieke zaak wil werken, maatschappelijk betrokken wil zijn, dan kun je ook bij de gemeente terecht. En daarom willen wij ook heel graag laten zien aan de kinderen, aan de leerlingen, wat wij allemaal te bieden hebben. Kijk, dus het is eigenlijk een soort van, misschien een blik op hun toekomst wellicht. Ja, precies. Misschien worden ze wel geïnspireerd door van, want dit vind ik ook wel heel erg leuk werk. En dan kunnen ze kiezen, dan ga ik misschien deze opleiding doen, om misschien uiteindelijk bij de gemeente te komen werken of bij een andere overheidsorganisatie.